Hallo en welkom op ons YouTube kanaal. Vandaag gaan we een review bekijken van een battle waarbij ik zelf Angel Arrow speel met de Stug 3G. Prutske74 speelt met de Panzer 4H en de Langen speelt met de type T-34, een Russische mediumtank. De Panzer 4H is een Duitse mediumtank en ik speel met de Duitse tankjager. We vertrekken alle drie naar onze linkerflank, waar we hopen iets te kunnen bereiken. Ikzelf ga op een positie gaan staan die ik eigenlijk nog nooit geprobeerd had. Ik dacht dat er wel heel riskant was eigenlijk, omdat ik in de rechte lijn sta met de heavies die aan de andere kant van de map van achter die berg komen. Maar uiteindelijk ben ik op geen enkel moment gespot geweest. Dus ik sta hier nu klaar. Maar vanuit deze positie kon ik niet echt veel zien. De heavies zaten nog altijd achter die berg verstopt. Dus ik verplaats mij wat. En nu is het de bedoeling dat er gespot wordt natuurlijk. Prutske74 en de Langen gaan die taak redelijk voor zich nemen. Naarmate dan zij naderen, wordt de vijand constant gespot en heb ik de mogelijkheid om met mijn tankjager raken schoten af te vuren. Target disengaged. Enemy destroyed. Dus hier heeft Prutske74 al een ST-VZ-39 kunnen afmaken. Nu gaat hem op jacht naar de M7. Dat ben ik die op jacht was naar de M7 en nog een schot raak kunnen doen, 120 damage. Direct hit. En nu is het hier Prutske74 en de Langen die constant vooruit en achteruit bewegen en zelf trachten schade aan te richten. Maar meer belangrijk, zij zorgen ervoor dat de heavy tanks die daar staan constant gespot worden voor mij. Dus ik kan van op lange afstand mooie sniper shots doen. 123 damage. 146 damage. En de vijand blijft er constant vooruit, achteruit en op deze manier heb ik het wel heel gemakkelijk om veel schade te berokkenen. Dus ik ben aan het snipen op een KV-1 staat er, een Churchill, een VK3001, een M7. Penetration. Enemy destroyed. En hier is het Prutske74 zelf in actie. Daarachter de Langen. Jammer genoeg heeft Prutske74 hier het vlootje moeten leggen, waarbij enkel nog de Langen de taak als spotter kon volbrengen voor mij. Maar op deze manier hebben de Langen en Prutske74 dus wel punten kunnen verzamelen door schade die verricht werd door hun werken, door hun spottingswerk. De Churchill 1, de VK3001H staat er ook nog. En die heb ik jammer genoeg gemist. Maar nu niet. Dus nu is het enkel nog een Churchill 1 En nog een tankjager die overblijft bij de vijand. Hier besef ik ook dat ik vanuit deze positie niet veel meer ga doen. Dus verplaats ik mij. Maar tegen dat ik daar aangekomen ben, is de battle al lang gestreden. Dus hier gaan ze nog op jacht naar de Churchill en de S35CA. De Churchill wordt uiteindelijk afgevuurd door de KV-1, dacht ik, van ons. Links in beeld. Zo, en dit was dan het einde van eigenlijk een hele goede battle. 1835 damage gedaan. Bedankt om te kijken. Like de video, deel de video en ga vooral kijken naar onze andere video's.